Ik ben Janne Dekkers, ik ben 34 jaar. Ik ben vrijwilliger bij Brandweer Zuidoost-Brabant, Post Vessem. Ik werk in Eersel en tevens ruk ik daar ook uit. Kijk eens, Ilvie. Ik ben ook moeder van een dochtertje. Daar is Beer, met een peer. Ondertussen is Ilvie ruim een jaar en ben ik gediplomeerd bevelvoerder. Op het moment dat de pieper gaat, dan gaat je hartslag omhoog. Want je weet, oh, er is ergens iets ernstigs aan de hand. Dus dan wil je zo snel mogelijk toch weg zijn. Wel altijd mijn moeder, die komt dan naar mij toe zodat ik naar de brandweer kan. Ja. Binnen 4 minuten moet je op de kazerne zijn. Zit je erin, Willem? Ja, je moet natuurlijk op tijd zijn, want anders is de wagen gewoon weg en kun je zeker niet mee. Nee, toen ik een dochtertje kreeg, heb ik eigenlijk niet overwogen om te stoppen. Omdat dit iets is wat ik heel graag doe. Er is altijd gevaar, maar dat heb je ook als je buiten gaat fietsen. Mannen, we gaan op de knelling. Autoboot. 1, 2, technisch team. 3. Het mooie aan werken bij de brandweer is dat je mensen kunt helpen op verschillende manieren. Of het nou is door hun kat uit de boom te halen. Of door hun huis te blussen als er brand is. Of bij een ongeval mensen te helpen. Het is heel dankbaar werk en dat geeft veel voldoening. Ook al loopt het niet altijd goed af.